Hey Erik, vandaag zitten we bij het Aldebergse Voedselbos. Het thema is voedselbossen. Ja. Nu zitten we even hier en dan wil ik graag van jou weten wat jij hierover weet. Want jij bent toch wel een beetje de aanstichter hiervan. Ja. En dan gaan we later nog eventjes naar een ander voedselbos. Ja. Maar eerst even het Aldebergse Voedselbos. Dit is het voedselbos. Dat is zo'n 5000 vierkante meter. Ja, ik ben eigenlijk een voedselbos. Het is een mooie combinatie tussen bos en voedsel. Dus ja, dat staat met appelbomen, perenbomen en alles te maken. En ik zal daar niet te veel over vertellen, want we gaan straks naar een grotere voedselbos. Maar dit doen we dan met vrijwilligers. Dat zijn ongeveer zo 8 man. We hebben dit een beetje zo ontworpen, Anja en ik. Om iets te zeggen, we willen iets moois van maken. We willen combineren met ook dat stad, misschien met scholen, misschien met mensen. En dat is echt een leuke activiteit hier aan doen. Wat is de bedoeling met het voedsel wat hier wordt geproduceerd of wat hier uiteindelijk groeit? Wat willen jullie daarmee gaan doen? Dat kan voor de beesten zijn. Het kan voor de mens zijn. Nou, wij denken dat we hier een combinatie pakken. Dit is ook de vraag, wat krijgen we hier aan voedsel? Vinden het hartstikke leuk om misschien te plukken, een soort pluktuin te pakken. Ja. Dus dat is maar het gaat niet echt om dat je zegt, we gaan het verkopen. Misschien in de toekomst dat je zegt, we hebben overvloed aan appels of aan peren. Zou je misschien leuke dingen mee kunnen doen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het er dan over een paar jaar hierbij staat. Zullen we naar het andere voedselbos gaan en kijken hoe het daar is? Dat lijkt me een goed plan. Yes? Ja. Goedemiddag Patrick en Annemiek. Hoi, zo, we komen even welkom. Ja. Welkom. Welkom in ons bos. Hallo. Welkom bij Voedselbos Vierhoeven. Ja, leuk dat jullie er zijn. Ik zie dat jullie hier hele kleine zijlingetjes hebben. Ja, je bent midden in het plantseizoen. Hè? Dit is een belangrijke periode voor ons. Heel veel mensen die weten dat niet. Maar als je dan toch een voedselbos aan het aanleggen bent, dan is dit wel een belangrijke periode. Ja, goed. Mooie vraag. Want jonge bomen, dus jullie voedselbos is nog relatief jong. Ja. We zijn bijna 2,5 jaar bezig, dus echt nog piepjong. Ja. De babytjes. Babyplantjes. Nog niet alles is aangeplant. We zijn volop bezig met ontwikkelen, er een bos van maken. Hoe is het eigenlijk begonnen? En waar zijn jullie en waar willen jullie heen? Ja, ik denk dat wij allebei voedselbossen wel een keer gehoord hadden. En jij hebt een tijdje terug, 3 jaar geleden, een beetje een cursus gedaan. Ja. Vanuit interesse. Ja. En toen kwam je in contact met mensen van de Stichting Voedselbos van Nederland en met Brabant Water. Ja. En toevallig was er een idee, een wens, om hier een voedselbos te maken. En toen dacht Patrick, of het kwam te sprake van, dat vind ik wel reuze interessant, laten we daar eens over doorpraten. Sindsdien doen we het samen. We hadden allebei die belangstelling. En de kans vanuit de Stichting Voedselbosbouw. Ik volgde een training, wij gingen met elkaar kletsen. En binnen no time hadden we deze 9 hectare onder ons beheer om daar een bos op te ontwikkelen. Ja. En als je dan wil weten wat zo'n voedselbos is, eigenlijk is het een vorm van landbouw. Wat we hier willen laten zien is dat we op 9 hectare met respect voor de natuur op een rendabele manier voedsel kunnen produceren. En bij voedsel moet je dan denken alleen aan meerjarige soorten. Dus dan gaat het over bomen en struiken. Variërend van kastanje, walnoot, maar ook pekannoten bijvoorbeeld, amandelen. Tot aan peren, pruimen, perziken, appels. En in de laagste lagen moet je denken aan zacht fruit, zoals bramen, aalbessen, kruisbessen. En uiteindelijk kruiden op de laagste laag. Kruiden, wortels in de grond. Precies, ja. Ja. En eigenlijk is het een systeem waarbij je, in tegenstelling tot de gangbare landbouw, waar je maar in één dimensie boert, om het zo maar te zeggen, proberen wij hier een soort fotosynthesefabriek te creëren, waarbij je in 3 dimensies zoveel mogelijk zonlicht probeert te pakken. En van daaruit voedsel produceert. Ja. Dat is wat je maakt een schuine wand eigenlijk. Een schuine groene wand. En die vangt heel veel zonlicht op. En daardoor heb je enorm veel productie. Het is eigenlijk een heel logisch systeem. Dat voedsel is om te eten. Ja. Ja. Met respect voor de natuur. Ja. Dus het is voor mens en dier. Ja, zeker. Nou,
Dat is ook de verwachting. We gaan ook een deel van de oogst kwijtraken aan vogels en aan andere dieren. Ja, zeker, dat hoort erbij. Ja. Dat is een part of the deal, zeg maar. We gaan geen netten spannen, we gaan geen kassen bouwen. Dus dat hoort er dan gewoon bij. We gaan ook niks afschieten, we gaan niks bestrijden. Want dat hoort bij het systeem, hè? Dat je geen kunstmest gebruikt. We gaan ook niet ploegen. Het is een systeem wat je in principe één keer aanplant. En daarna gaat het zich als natuur ontwikkelen. Want ik hoor heel veel, Erik. Maar wanneer kan je de eerste oogst verwachten? Nu? Want het is een babybos. Dus, ja. Hebben we een paar weken terug frambozen, kruisbessen, aalbessen geplant. Nou ja, die geven volgend jaar al een paar bessen. Dat is niet genoeg om te verkopen. Maar over 2 of 3 jaar hebben we al wel een productie die het waard is om te delen met meerdere mensen. Ja. Stel dat ik dan over 7 jaar hier kom en ik zou iets willen kopen. Waar moet ik dan aan denken? Wat kunnen mensen hier dan komen kopen? Ja, hoe we dat vormgeven, dat weten we nog niet precies. Je kan vast en zeker ook bijvoorbeeld via Boerenwinkel van het Land, is een van onze partners. Onze appels, peren, pruimen, bessen kunnen ook daar gewoon in de schappen liggen. Dat mensen daar kunnen kopen. We kunnen gaan werken met leden. We hebben een coöperatie opgericht. En dat die leden dan op een of andere manier een pakket krijgen iedere week. Of zelf mogen komen plukken. Dat zijn ook opties. Maar hoe we dat gaan doen, dat moeten we nog uitwerken. Het is ook logisch om bepaalde producten wel te gaan verwerken tot levensmiddelen zoals kastanjes. Je kan best een paar kastanjes poffen, maar goed, daar heb je snel genoeg van. Je kan er veel beter verzamelen en daar dan meel van maken. Dan heb je een molenaar nodig en het liefst heb je dan een keten die wat groter is dan alleen ons eigen voedselbos. Ja. Dan heb je hele nieuwe producten die je op vele plekken kunt verkopen of kunt laten verwerken. We hebben alleen al bijvoorbeeld qua bramen hebben we 4 soorten die op 4 verschillende momenten in het jaar rijp zijn. Maar straks in jouw tas zit van noten, walnoten tot aan peren, appels, pruimen, kleinfruit, zachtfruit. Ja, een hele rijke schakering. Ik denk dat we in totaal, in ons totale ontwerp zitten denk ik 135 eetbare soorten. Ja. Hoe moet ik het dan zien? Hebben jullie dan een soort ruimte waar je het opslaat, alles? Of is het meer een pluktuin dat je zegt, hoe zien jullie dat? Of hoe gaan jullie dat doen? Ik denk dat het een mix wordt. Ja. Mix. Dus een hele variatie aan afzetkanalen. Ja. Ja. Stel nou dat mensen lid zouden willen worden. Hoe werkt dat dan bij jullie? Ja, dat staat nog open. Eigenlijk zijn we met het fundament bezig. Hè? Die coöperatie is één ding. Maar het fundament wordt natuurlijk vooral het bos we zelf. We moeten eerst wat van maken, zorgen dat we oogst hebben. En dan kunnen we gaan bedenken. Ja. En 9 hectare aanplanten met uiteindelijk bijna 22.500 bomen en struiken in totaal. Dat is natuurlijk best een klus. Ja. Ja. Als mensen zouden willen helpen, hoe kunnen ze bij jullie aansluiten? Via onze website voedselbosvierhoeven.nl, daar vind je ons e-mailadres en het meeste gaat via e-mail. We hebben ook echt wel een hele lange lijst met mensen die helpen. De een wat vaker dan de ander, maar dat maakt helemaal niet uit. Dus als we werk hebben waar we veel mensen bij nodig hebben, dan sturen we een mail naar de hele groep. En dan komt er 10 tot 20 man helpen. Nou, dat is echt fantastisch om te zien. Op dit moment zijn leerlingen van het Da Vinci College zijn onze 2 nieuwe poorten die we bij bouwmensen in Bergen-op-Zoom hebben laten bouwen, houten poorten, zijn die poorten nu aan het zetten. Het onderwijs vindt dat heel leuk om in zo'n project als dit dingen met leerlingen te kunnen doen. Nou, dat is ook wel een beetje onze passie. We staan nu live in 0,7 hectare wat we het educatieve deel noemen. Ja, dat willen we nog veel meer gaan doen, dat soort dingen. We hebben een imker op het land ook, dus daar in die houtwal, daar zie je allemaal groene kasten staan. Ja. Ja. Ik zie hier ook, moet het een poeltje worden? Of het al? We hebben water nodig. Water is een uitdaging hier. Ja. Ja, we zitten op zand en best een beetje hoger dan de omliggende gebied. Ja, verdroging is sowieso in dit gebied echt een punt. Ja. En dan hebben we natuurlijk al die jonge planten op deze grond. Mm-hmm. Maar dit is niet altijd zo geweest, toch? Nee. Wat was het hiervoor? Gewoon agrarische grond. Met mais in de laatste jaren, hooiland, grasland. Dus intensief gebruikt agrarische grond. En dan kan dat zomaar, als je dan iets plant, kan dat gelijk groeien? Is dat te naïef? Of want blijkbaar, je moet het tijd geven. Goeie vraag. Ja, goede vraag, maar je moet het tijd geven. Een bosbodem is anders dan een agrarische bodem. Een bos gedijt op schimmels.
Dus je wil schimmels in de bodem en die zitten er nu niet of heel weinig. En agrarische grond gedijt vooral op bacteriën, zeg maar. Dus die balans moet echt de andere kant op. En dat heeft tijd nodig. Er worden jaarlijks bodemmonsters genomen en proefjes gedaan om te meten hoe die bodem zich ontwikkelt. En dat is ook een landelijk programma, dus er worden in meerdere voedselbossen wordt het bijgehouden. Dus dan kunnen we leren wat werkt het beste in welke omstandigheden. Ja. Ja. We zijn zeker geïnspireerd. Werk aan de winkel, absoluut. Maar ook geduld hoor ik. Dus, ja. Neem de tijd. Neem de tijd. Ja. Yes. Dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Tot kijk. Succes ook. Ja, dank je.